Een studie van de Universiteit van Gent. Nu, of je examenresultaten daardoor ook beter zijn, dat is een andere vraag. Richard Lotus studeert voor zijn examen orthopedagogie in de bibliotheek van Hooghent. Met een plant op zijn bureau. Dat helpt. Omdat dat toch een bepaalde sfeer met zich meebrengt. Waardoor dat ik me meer op mijn gemak voel als ik studeer. Want vlotter? Ja, het gaat ook vlotter. Gewoon de sfeer en wat ik mij bevind, kan ervoor zorgen dat ik me goed en beter concentreer. Uit een studie van de UGent blijkt dat groen in de buurt van boeken inderdaad een rustgevend gevoel geeft. Elke plant is goed. Ze hebben een enquête moeten invullen aan de start van de dag en aan het einde van hun studiedag. De groep die in het groen studeerde, dus gaf op een lijst van allerlei emoties aan dus dat zij positievere emoties hadden op het einde van de dag. Dat is ook een beetje dat je rustiger bent en minder gestresseerd. We zien ook dus dat studenten dat meerdere dagen in het groen studeerden vaker al minder stress hadden. Ook Luna en Jeff studeren graag tussen de planten. Chill en de leerstof gaat er vlotter in. Ik denk dat dat wel een rustgevend gevoel kan geven voor tijdens studeren. Dat er een beetje natuur in je omgeving is, denk ik. Ja. Merk jij dat? Gaat het dan vlotter? Blijf je rustiger? Ja, ik blijf wel rustiger, ja. Maar ik denk ook, die planten staan hier eigenlijk allemaal zo in hoekjes. En ik denk dat dat wel rustgevend is om hier zo'n beetje alleen te zitten meer. Gaat het dan beter om te studeren? Ja. Ja. Hopelijk ook betere punten. Ja, dat hoop ik ook. Maar dat zal pas blijken na de examens in januari.